En vandaag gaan we het hebben over die heel beroemde staatsbon. Vanaf vandaag kan je namelijk intekenen voor alweer een nieuwe staatsbon. En ondertussen zijn de banken natuurlijk ook wakker geworden, ga ik het noemen. En komen zij met allerlei aanbiedingen. En daarover wil ik het heel graag hebben met Ortwin. Dag Ortwin. Dag Doreen. Je bent lobbyist, maar dat je had klopt. Een ander mooier woord ervoor. Hè? Belangenbehartiging. Klinkt iets minder evil, maar ja. Nee, het komt erop neer dat je ons natuurlijk vandaag in concreto wil komen vertellen over die staatsbon. Ik zei het net, veel over de tongen gegaan. Ja, wat is nu het beste idee? Maar één stap terug, vertel nog eens heel even waarover het juist gaat. Hè? Ja, dus een jaar geleden heeft Vincent van Petegem, minister van Financiën, voor het eerst een staatsbon teruggelanceerd. Hè. Dat was een heel interessant spaarproduct toen, met een looptijd van 1 jaar. Mm-hmm. Nu, we zijn een jaar verder. Die staatsbon loopt af. Mensen krijgen hun geld terug. Dat was een totaalbedrag van 22 miljard euro. Dus een gigantisch bedrag. Maar dat hadden ze niet verwacht. Hè? Dat, er dat hadden ze helemaal mensen... niet verwacht. Nee, het succes was echt onverhoopt. En nu zien we dat banken ook wakker zijn geworden, inderdaad. En dat ze alles uit de kast halen om een deel van die 20 miljard binnen te halen. En Vincent van Petegem heeft ook een nieuwe staatsbon gelanceerd, waarop je sinds vandaag kunt intekenen. En die heeft een netto rendement, dus na belastingen, van 1,93% voor 1 jaar. En als je op 10 jaar gaat intekenen, dan is het een netto rendement van 1,96 per jaar. Ja, met andere woorden, de banken hebben vandaag 2 dingen waarover ze moeten nadenken. 1, hoe kunnen we dat geld dat nu teruggekomen is, terug naar ons trekken? En tegelijkertijd, wat kunnen we als beste aanbieding geven, ook voor die mensen die misschien overwegen om opnieuw richting die staatsbond te gaan eigenlijk? Hè? Ja, inderdaad. En ze hebben duidelijk alles uit de kast gehaald. Dus we zien een aantal stuntrentes, tenminste zo lijkt het, hè, dat ze echt een moeite hebben gedaan. Ze zeggen ook dat ze pijn van gaan hebben, dat het hun financieel pijn gaat doen. En ze komen af met een rendement op jaarbasis van 2,66%. Okay. Nu, dat was aanvankelijk ook de bedoeling van Vincent van Petegem, van de minister van Financiën, om meer concurrentie teweeg te brengen op de markt. Mm-hmm. Omdat, dat is een algemeen gekend probleem. De Belgische... Het bracht niks op. Het bracht niks op, inderdaad. Ja. Omdat er eigenlijk te weinig concurrentie is in de Belgische bankensector. Mm-hmm. Dat is een gekend probleem. De Belgische mededingingsautoriteit, die waakt over de concurrentie op de markt, heeft daar echt al een serieus punt van gemaakt. Ook de FSMA, de waakhond over de financiële instellingen, heeft dat gezegd. Daar is een groot probleem en dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk inderdaad veel te weinig rente krijgen op onze spaarrekening. Heel weinig en nu nog altijd, maar gemiddeld minder dan 1% op jaarbasis. Dat is zeer, zeer weinig. Terwijl die banken wel heel voordelig geld kunnen zelf lenen aan 4% bij de Europese Centrale Bank. En dus de minister van Financiën heeft daarop gereageerd met het idee van ik ga dan zelf concurreren met de bank door zelf een spaarproduct aan te bieden, zijnde dus die fameuze staatsbon van september 2023. En dan is de vraag... Is dat gelukt om die concurrentie aan te zwengelen? En daar hebben wij toch als testaankoop een beetje bedenkingen bij. Vertel. Wel, we zien inderdaad nu 2,66% op jaarbasis. Dat is niet slecht, maar er zijn een aantal kanttekeningen. Het gaat namelijk over een nicheproduct. Het gaat over een termijnrekening. Mm-hmm. Dus voor een looptijd van 1 jaar of 13 maanden of 6 maanden. Dus vrij kort dat je dus... Een vaste rentevoet kunt hebben van 2,66. Maar als die afloopt, moet je natuurlijk ergens anders met je geld ook naartoe. Mm-hmm. En dan is geheel de vraag of die banken dan nog zoveel moeite gaan doen. Want dan gaat er geen 22 miljard meer up for grabs zijn. Hè. Dan gaan ze veel minder geneigd zijn om alles uit de kast te halen. Tweede kanttekening, het geld. Stel je voor, jij hebt bij KBC 50.000 euro op je spaarrekening en je denkt... Ik wil dat overzetten naar een veel interessantere termijnrekening bij KBC. Dat gaat niet. Je moet vers geld daarvoor gebruiken. Dus je kunt alleen maar vers nieuw geld gaan zetten op die termijnrekening. Mm. Dus je moet dan eigenlijk naar een andere bank overstappen met alle administratieve rondslomp en heel gedoe.
En dan ten derde, als we dan kijken, ja, wat is er echt belangrijk? De Vlaming is nog altijd een klassieke spaarder. Die gaat voor een klassieke spaarrekening. 275 miljard zit, van de Belgen zit geparkeerd in spaarrekeningen. En daar beweegt eigenlijk helemaal niets. En daar zien we nog altijd dezelfde lage rentetarieven. En daar verlies je eigenlijk op jaarbasis door de inflatie verlies je eigenlijk aan koopkracht. Ja, die wegen al zelfs niet op, hè, denk nee, ik. Inderdaad. Nee. Kan je daar een bescheiden advies in geven wat de spaarder vandaag... Want voor alle duidelijkheid, de staatsbon was niet een vast bedrag. Daar mocht je eigenlijk zelf... Dat mag je zelf inderdaad bepalen. Je kan dan ook kiezen qua looptijd, 1 jaar of 10 jaar. Maar het verschil is eigenlijk ook niet zo groot qua wat betreft rentevoet. Ja. Het gaat door 0,03. Maar dus zelfs als ik 1.000 euro heb, is het de moeite om... Wel, hangt een beetje af. We kunnen natuurlijk geen advies geven voor iedereen. Het hangt een beetje af. Je bent geen bankadviseur. Ja, ook dat. Nee, maar het gaat natuurlijk ook over je profiel. Hè. Ben je iemand die graag risico neemt? Of ben je iemand die graag rustig slaapt? Ben je iemand die je geld meteen ook nodig gaat hebben? Of die altijd aan je geld wilt komen? Ben je bijvoorbeeld aan het kijken voor een huis of zo? Dan kan je niet je geld voor 10 jaar in een staatsbon gaan parkeren. Klopt. Dus het is moeilijk om daar een one size fits all advies te geven. Maar er zijn zeker interessante aanbiedingen op de markt. Wij hebben ons huiswerk al gemaakt als testaankoop. Voor de leden is dat beschikbaar op onze website. Top. We zien natuurlijk ook, zelfs 2,66%. De inflatie die is nog altijd rond de 2,5%. Mm-hmm. Dus je verliest, of je zou echt nog altijd koopkracht kunnen verliezen of amper bijwinnen. En op lange termijn raden we toch nog altijd eerder aan om in trackers te investeren. Als je geld hebt dat je bij wijze van spreken 10 of 20 jaar niet moet gebruiken, dan zijn trackers, ETF's, toch nog altijd interessanter. Trackers? Trackers, dat is een soort van index met verschillende grote aandelen die samen gebundeld worden op internationale markten. Okay. En waar je bijna van kunt uitgaan dat over een lange termijn, maar dan spreken we van 10 jaar of meer, dat je daar wel een mooi rendement haalt dat veel mooier is dan wat er op een spaarboekje of op een termijnrekening te behalen is. Dus samenvattend hebben we enerzijds nu die nieuwe staatsbon waar dat je op kan intekenen en anderzijds de banken die toch wel met interessante aanbiedingen komen. 1 adres, onze website. Ja, inderdaad. En opnieuw, we benadrukken inderdaad interessante aanbiedingen of stuntrentes bij de banken. Maar bedenk wel, het is maar voor 1 jaar. Het gaat niet blijven duren. En het moet vers geld zijn. En dat zijn allemaal kanttekeningen die... Dat willen we allemaal, Ortwin, vers geld. Ja. dat zal ik niet ontkennen. Dan hadden we een luxe probleem. Waar zal ik... Nee. Ja. Heel hard bedankt. Met we gaan elkaar nog zeker tegenkomen. Ja, absoluut. Merci. Tot later.